En ineens moet je virtueel vergaderen. Hoe doe je dat nou goed? Hoe kun je goed communiceren? Hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap goed overkomt als je niet bij elkaar in één kamer zit en je tegen een cameralens moet praten? Ten eerste, zet de camera op ooghoogte. Zo kijkt niemand op jou neer of jij op andere mensen meer. Je kunt simpelweg een aantal boeken onder je laptop plaatsen. Wees ook niet bang om dicht op de camera te zitten. Vaak gaan we verder weg zitten, maar juist als je connectie wilt maken, ga dicht op die cameralens zitten. Ook is het heel belangrijk om in de cameralens te kijken. Dat doe je om oogcontact te maken met degene tegen wie je het hebt. Soms kan het lastig zijn om eraan te denken om in de cameralens te kijken. Je kunt simpelweg een pijltje plakken richting de lens om jezelf eraan te herinneren. Ook kan het helpen dat het licht op je gezicht valt. Ga dus nooit met je rug naar het raam toe zitten, maar zorg ervoor dat je met het gezicht naar het raam toe zit. Zo kunnen mensen jou goed zien en maken ze beter een connectie met je. En uiteraard is het verstandig om een headset te gebruiken, zodat mensen je goed kunnen verstaan en achtergrondgeluiden worden gefilterd. En mijn laatste tip, als je echt met een grotere groep bent, zorg ervoor dat je in rondes praat. Zo komt iedereen even aan het woord. En als je niet aan het woord bent, zet jezelf dan op mute. Dan heeft niemand last van die achtergrondgeluiden. Heel veel succes!